Als iemand wat over mij vindt, moet je me bellen. Ja, dan geef ik antwoord als een kerel. Ja, het was een kort nachtje voor me en dat heeft alles te maken met wat hier gisteravond heeft afgespeeld in de Johan Cruijff Arena. Ajax speelt gelijk tegen laagvlieger Volendam en dat bleek de nekslag voor Alfred Schreuder. Ontslag was dan nu echt onvermijdelijk geworden. En al helemaal als je misschien kijkt naar het begin van de wedstrijd. Dat begint met witte zakdoeken en spreekkoren richting de toen nog trainer van Ajax. Onder leiding van Schreuder werden al 7 competitieduels op rij niet meer gewonnen. Dus toen Ajax gisteren liet weten dat niet Schreuder, maar Van der Sar naar de perskamer zou komen, wisten we het zeker, dit is het einde van het tijdperk, of misschien tijdperkje, van Schreuder. Het gaat ook om vertonen spel. Ik denk dat bij Ajax ook belangrijk is inderdaad de manier van spelen. Het enthousiasme wat in de groep moet zijn, de determination dat mist hij eigenlijk. In sommige wedstrijden zag je vleugen ervan, op periodes ervan, maar niet genoeg. En dat ook het vertrouwen in dat er in de toekomst of in de komende wedstrijden verandering zou komen, dat hadden we niet. We gaan terug naar het moment dat wij van AT5 Schreuder voor het eerst spreken. Dat is tijdens een trainingskamp in de Lutte op 1 juli 2022. En daar gaat het dan ook meteen over een van zijn meest besproken beslissingen. Waarom was er geen ruimte voor Bogarde in de technische staf? Ja, ik heb dat vorige week proberen uit te leggen. Maar kijk, we hebben gekeken naar wat het beste bij mij past. En daar paste zeg maar dan Matthias Kaltenbach heel erg bij. En dan kiezen we voor andere mensen in de staf. En de staf is nu in de technische staf zeg maar één man minder. Dus dat is een bewuste keuze geweest van mij, maar ook van de club. En dus dan kijk je gewoon wat past het beste bij elkaar. Dus dat is dan niet tegen iemand, maar dat is een keuze voor anderen. De eerste echte klap voor Ajax en Schreuder vond plaats op 4 oktober in de Champions League tegen Napoli. Ajax krijgt in eigen huis een historisch pak slaag van 1-6. Nee, tuurlijk, dit is niet goed, dat is duidelijk. Of het crisis mag noemen of wat, dat maakt me niet uit. Maar het is duidelijk dat het niet goed is. En nogmaals, Liverpool kan je verliezen. Vandaag de manier waarop je verliest is niet goed, vind ik. De druk op Schreuder neemt snel toe en tijdens een persconferentie een week na Napoli gaat hij los tegen de journalisten in de perskamer van de Johan Cruijff Arena. Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben met transfers. Ja? Dat klopt. Dat klopt, dat is heel normaal in de voetballerij. Meerdere zaakwaarnemers helpen. Het zijn gewoon onwaarheid, stemmingmakerij. Het helpt mijn team niet. Ik doe alles voor mijn team. Het zorgt voor onrust. En dat heb ik niet nodig. Je moet de waarheid schrijven. En anders moet je me bellen. En als je wat over mij vindt, moet je me bellen. Als iemand wat over mij vindt, moet je me bellen. Ja, dan geef ik antwoord, als een kerel. En van mij krijg je de waarheid te horen. Ook de spelers krijgen van mij de waarheid te horen in de kleedkamer. Vanaf november begint de historische reeks van het niet winnen van Ajax en lijkt het WK wellicht de uitgelezen kans voor Schreuder om zichzelf weer te herpakken. Maar dan dient zich het volgende probleem aan in de vorm van Daley Blind. Steeds vaker wordt Blind gepasseerd en de relatie tussen de twee lijkt met de dag slechter te worden. Met als dieptepunt het vertrek van Blind naar Bayern. En Schreuder die niet eens van hem afscheid neemt. Wij hebben ook andere dingen te doen op zo'n complexe. Er zijn ook een vergadering steeds. En hij was heel kort daar en volgens mij was hij tijdens de training daar geweest. Terugkijkend was het eigenlijk al snel duidelijk. Schreuder en Ajax, dat was een mismatch. En zo verwoordde Van der Sar het ook gisteravond. Het begon goed het jaar, de eerste 6-7 wedstrijden. En daarna is daar een beetje de klad in gekomen eigenlijk bij de prestaties en het vertoonde spel. Na 26 duels viel doek voor Alfred Schreuder. Hij sluit zijn Ajax-periode af met een gemiddelde van 1,68 punt per wedstrijd. En daarmee is hij een van de meest slechtste presterende trainers van Ajax ooit. En nu is het nog maar de vraag wie hem gaat opvolgen.